Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ruitenbewust TV. En in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over de toegang van de atlas. En in het Engels noemen ze dat heel mooi Atlas Access. Nou, dat gaat eigenlijk over op het moment dat een atlas, en dat is de eerste halswervel, dus die hecht aan de schedel. En op het moment dat die beperkt wordt, kan dat er dus voor zorgen dat jouw paard niet echt nageeft, dat hij niet echt losgelaten door het lijf wil bewegen, dat je moeite hebt met een bepaalde stelling of buiging en dat hij wellicht ook een onderhals creëert. Dus eigenlijk dat hij automatisch daardoor de onderkant van zijn hals gaat aanspannen in plaats van de bovenkant. Waar je op moet letten als je kijkt naar de toegang van de atlas, dan leg je op of die wellicht naar één kant meer uitsteekt dan naar de andere kant. Want dat is namelijk al een hele grote scheefheid op het moment dat dat zo plaatsvindt. En dan zorgt dat er dus voor dat je eigenlijk in het rijden niet echt mooi rechtgericht en losgelaten door de baan heen komt. Nou, kijk dus of ze aan één kant de atlas meer uitsteekt dan aan de andere kant. En waar je ook nog naar kunt gaan kijken, is de ruimte tussen de atlas en de kaak. En dan bedoel ik deze inkeping. Want daar hoor je met drie vingers tussen te kunnen als je paard in een normale houding staat. Dus niet te laag en niet te hoog. En er hoort echt wel een inkeping in te zitten. Want op het moment dat dat dus gevuld is, dan betekent dat dus dat de klieren van je paard niet genoeg ruimte hebben, waardoor ook de luchtpijp, het tongbeen, allemaal onder invloed komen te staan. En dat wil je niet natuurlijk, want je wil echt zeker dat je paard makkelijk stelling en buiging kan aannemen. En dat hij echt losgelaten blijft bewegen met echte nagevelijkheid. Dus ga daar eens bij je paard naar kijken en laat me weten wat je opvalt. En dan zie ik je heel graag in de volgende aflevering.